dan zie je dat die klepjes hier allemaal, die houten klepjes, daar breek je zo de stukjes vanaf. Dat is zo gaar als maar kan. Het stelt allemaal niks meer voor. Dus jocht het al. De vjukking van moeder de zwaluw in bedaad binnen nederige vervanging ta. De noord- en houtzergmoene wordt nog elke dag broekt. En dat vregelt nogal wat van het vjukken kruis. Dat hing het er namelijk al zo'n jongetje 86. Wij hebben het in dit geval over de roeden. Die zitten hier. En in de roeden zitten, die zijn opgehekt, zoals dat heet. Met het hekwerk. Dat heb ik nu in mijn hand. Dat bestaat dus uit de zoomlatten. Die zitten door de roet heen. En met het bord aan de voorkant. De zwaluw is de heegste moene van Friesloon. En dat vreegt om een lieke imposant wierkenkruis. De nije metalen balken binnen makken in Gelderloon. Maar het houtwerk wordt verderop in bedaad dienen. Troch Wieger Jellema. Het wie nogal een uitdaging om de 24 meter lange balken in zijn werkplaats te krijgen. Vaak is het wel rond de 20 meter. 20, 21 meter, 18. Maar dit ben wel de minuut langer af voor uw werkplaats, zeg maar zeggen. Nou, dit meisje net vaak mij. Vaak is het wel in Plongen, de poldermoen en had vaak wel zeilen. Maar dit is al mijn zo'n jouw systeem. Wat is het voordeel daarvan? De moeder kan de moeder precies op bepaalde snelheid draaien met de wind, dat het zelf begint te regelen in de kleppen. Het bouwen is een flinke put voor Jellema. Maar het vervier wordt aanst echt nog een uitdaging. Als we alles klaar hebben, dan wordt alles Rutlander helpen, dan nummeren we alles. En dan gaan ze op de transport naar Dokkum. En in Dokkum dan komen ze op een platoon, dan gaan ze te wetter litten en dan varen ze naar de bedaarde moeder toe. Let er vooral uit, let er zo dat er ons zit dat al je mak is, dan zeggen ze, nou, dan ben je er echt wel trots op, no? Of grusk, in het Fries. Maar het wordt nog wel even, want Jellema zijn werk hing in schink in. Tak om hier pas wordt het werken kruis ophongen. Dan krijgt de zwaluw echt voort een nieuwe rijtlaag. De moeder had dus nog even om afscheid te nemen van een deel van zijn grote liefde. Kijk, ik ben natuurlijk op een gegeven moment wel gehecht aan dit oude wiekenkruis. Ik kan ermee lezen en schrijven. Het is natuurlijk onbekend wat ik terugkrijg. Maar ik kom af en toe eens even in de werkplaats van Jellema om verkering te krijgen met mijn nieuwe wiekenkruis. Even overheen geaaid, even geklopt, het hout even bekeken, even met de Jellema's gesproken. En ik moet zeggen, het was bijna liefde op het eerste gezicht.